Dat de slechtheid op de hoezen merkt, dat is voor nemers meer een verrassing. En als ze een normale hoes al slecht verkocht kreeg, wie zit het dan met een riante villa? Daar is natuurlijk nog veel minder vraag naar. Nou, dan is er een oplossing voor bedacht door een bedrijf uit Ramun. Die verhuren de villa's als vakantiewoning. Kijk maar met. Je zou anno 2013 maar een grote villa hebben met een grote tuin en er niet meer vanaf komen. Daar is nu een oplossing voor. Aan de Rijksweg in Zwamen stijden een bekende villa, die een ruim aantal jaar geleden volledig werden opgeknapt. Nu fungeert de villa, en dat weten veel mensen niet, als vakantiehuis. En een noodgreep die nodig was vanwege de crisis, bleek een gat in de markt. Het is overal dat de leegstand van de huizen een steeds groter probleem werd. Nee, die grote panden, dat is helemaal een drama. Dat klopt, ja. Het idee is eigenlijk ontstaan doordat mijn baas een vakantiehuis in de Ardennen heeft opgekocht. En dat heeft er eigenlijk voor zichzelf gekocht. En toen uiteindelijk heeft er dat ook verhuurd aan vrienden, familie, kennissen. En toen ontstond het idee om dat ook gewoon verder te verhuren. En toen heeft er in de loop, dat het steeds beter ging lopen, heeft er dit hoes gekocht. En dat is Villa Beeklus in Zwalmen. En dat heeft er in eerste instantie ook gekocht met het idee om dit gewoon te verkavelen. Er zit een tuin van 9000 vierkante meter bij. Ja, dus dat is ideaal om daar mooie grote huizen neer te zetten. Maar goed, toen kwam de recessie. Ja, en toen was het plannetje al snel van de baan. En omdat dat concept in de Ardennen zo goed liep, dachten we, nou dan gaan we hier ook Villa Deluxe van maken. Dus we hebben hier ook voor gezorgd dat een aantal kleine aanpassingen in zijn doorgevoerd. En dat betekent ja, mooie bedjes, luxe bedjes, bedlinnen en dat soort dingen allemaal, dat het net gaat meer luxe is. Dit is een huis voor 16 personen. Dat ze ook daadwerkelijk met 16 personen kunnen koken. Dat er plaats is voor 16 personen. Dat er genoeg badkamers zijn. We hebben hier nog een badkamer bijgebouwd. Dat als dat ze met 16 personen komen, dat ze ook daadwerkelijk een luxe vakantie kunnen gaan beleven. Worden dat dan 16 personen in het één gezin of zijn dat verschillende mensen? Nou, wat we vooral, wat wel opmerkelijk is, de doelgroep zijn vooral 3-generatie vakanties. Dat is iets wat de laatste jaren wel is toegenomen in Nederland. Opa en oma zijn 50 jaar getrouwd of iets dergelijks. Die betalen het hele vakantiegebeuren. En de kinderen regelen het. En dan komen ze hier met grootouders, kinderen en kleinkinderen. Dus en dan, dat wil dus zeggen dat met de Limburg toch een behoorlijke vakantieplaats is als de mensen hier komen. Ja, dat klopt. Ja, sowieso Ramun met het outletcentrum en het Schwalmtaal, wat eigenlijk in de achtertuin ligt. Ja, dat is een ideale vakantielocatie. Ja. De toekomst, komen er nog meer huizen van dit soort of villa's? Ja, nou ja, goed. Wat wij hebben gezien is dat het concept heel goed werkt. Vooral de weekenden zijn erg populair. Nou goed, en dan wil ze natuurlijk ook gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Toen zijn wij ons gaan oriënteren en het is heel moeilijk om op dit moment huizen te kopen daadwerkelijk. Dus wat hebben wij bedacht? Huizen van dit formaat, dus grote vrijstaande huizen die in een residentiële omgeving liggen. Dan nemen we contact op met de eigenaar, of dat nu via een makelaar is of dat het rechtstreeks via een eigenaar is. Dat is om het erven. Nou, dan gaan we om tafel kijken wat we om tafel zetten wat we voor elkaar kunnen gaan betekenen. En wat er dan meestal uitkomt, is dat we het pand gewoon huren voor een x-aantal jaren. Ja, want er heeft nog een voordeel dat er natuurlijk het pand niet onder komt en dat het dus bewoond werd. Ja, precies. En dan hebben ze ook weer dat het leegstand, dat ze dat tegengeeft, het huis werd weer bewoond. Ja, dat is natuurlijk voor alle partijen, voor de eigenaar, voor ons en natuurlijk voor de vakantiemarkt, is dat een, wie dat echt kan zien, alleen maar een heel groot pluspuntje. Dat kan niet met alle huizen natuurlijk. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk wel, het zijn altijd vrijstaande huizen met een grote tuin. Hè? Dus dat als dat er mensen met hier terechtkomen, zeg maar, dat het ook altijd een lekkere vrije omgeving is, zodat ze helemaal zichzelf kunnen zien. Kijk, en als ze dan een huis op 20 meter afstandje van het volgende huis hebben, dan kan er nog wel eens het overlast ontstaan. En goed, en dat proberen we op deze manier te voorkomen.